Oké, hallo, Martin hier. Ik ben even plaatsvervangende Martine. Ze hebben mij gevraagd om een hol te doen, wat dat dan ook mogen zijn. Maar aangezien ik in Hollywood zit, leek een hol mij prima. Ze hebben een doos gekregen met dingen erin en ik moet kijken wat die dingen precies zijn. Ik heb geen idee, maar we gaan het zien. Nou, ten eerste zitten hier hele mooie kussens in. Ik denk dat je daar verder qua scrapbooking niks mee doet. De doos valt. Oh. Oké. Okay. Dat is wat onzin die erbij komt. Oké, we hebben hier van We Are Memory Keepers. Een doosje met het zijn 257 double-sided journaling cards die heel erg mooi zijn volgens de laatste laatste patroon. Een roze, blauw en geel. Mocht je werken met roze, blauw en geel, dan past dit prima in je ding. Een guillotine. Martine heeft een guillotine besteld. Dit is een... het is een snijder voor papier met een meet iets. En... daar kan je dingen mee doen. Ook, je kan er vijf vellen papier tegelijkertijd mee snijden. En het is ideaal voor foto's en voor kaarten maken. Dat je het weet. Ik heb deze kennis paraat. Dus, dan hebben ze nog een zak met allemaal... Oh, held, die heb echt veel besteld. Oké, daar gaan we. Is dit Heidi Swap? Ja, Heidi Swap. Dingetjes. Pink Paisley, ook meer dingetjes. Ik weet niet waar. Ik denk dat het allemaal dingen zijn voor op je Project Life pagina. En ik zie een mooie regenboog. Dat spreekt me aan. Verder niet zoveel. Nog meer dingen. Het is een Ephemera pack. Wat dat dan ook weer inhoudt. Dit is van Fancy Pants. Oh, die vind ik wel leuk. Kijk, met allemaal olifanten en circus en super awesome. En Ellie Edwards, die weet ik nog van toen wij een super succesvolle winkel hadden. Met stickertjes en gemaakt in de USA van hoge kwaliteit fotopolymeer. Het is een stempel of zo. Ja, awesome. Dan stickers. Stickers met tekst, want die heb je nodig als je... Het zijn wel hele dikke stickers. Eigenlijk zijn het dikkers. Hoekjes, voor als je hoekjes nodig hebt. Dit was van Amy Tangerine en dit ook. De hoekjes van Amy Tangerine. En dan heb je hele blije stickers, denk ik ook. Oh, dit is weer van Amy Tangerine. Blijkbaar vindt Martine Amy Tangerine een prima lijn. Nog meer Amy Tangerine, als je aan de eerste letters nog niet genoeg had. Tine, dit gaat nooit in jouw kantoor passen. Amy Tangerine, dit zijn mini-marks. Oh, dit zijn rubbons, dat weet ik, want er zit een lollystokje op. En dat lollystokje, daar moet je mee wrijven en dan rub je dat zo om. En hier heb je nog meer papier van Joanne, want ze vond het nodig om dat twee keer erin te doen. Oh, de pakbon. Glitter letters en foam letters. Dit zijn thickers van AC. Ik denk dat dat American Crafts is. Dat is American Crafts. Kijk, dat soort dingen. Kennis heb ik dus ook gewoon paraat. Oké. Nog meer letters. Tina heeft blijkbaar heel veel te vertellen. Clear stamps. Maar je hebt toch net al je stempels verkocht? Maar wel leuke stempels. Kijk, van Technique Tuesday. Oké. Deze letters vind ik dan stiekem wel heel erg leuk. Het zijn ook tickers van American Craft. Leuk met wit, met stippen. Awesome. Banners van hout van American Craft. Als je de... Ja, dat.
Nog meer stickers. Ik ga niet elke keer vertellen dat als je één sticker hebt gezien, heb je allemaal al gezien. Stickers van Thicker van American Craft. Dit heet Dear Lizzie en die andere heeft geen naam. Kijk, maar ze zijn wel leuk. Zo. En stickers. Stickers. Ook A Wonder Miracle Wonder van American Crafts. Want het zal wel. Oké, dan hebben we hier nog. Ring. Oh, dit zijn foto's, lief. Ik denk niet dat ik daar heel veel over vertellen, want het is gewoon. Yeah. Pakbon. Een Project Life gedoe. Big Variety Pack 2. Er zit geen flikker in, zeg. Oh, dat zijn alleen maar. Dit soort dingen. Mijn doos vol. Nou. Tot zover deze haul uit Hollywood. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb geen idee wat het allemaal is, maar. Martine, je zou die guillotine toch niet bestellen? Blijf Project Life en live long and prosper.